Hallo mensen, zijn we weer bij een nieuwe video. Weer een raid. Domination in Detroit. Niek, jongen. Jij zit echt altijd overal erheen te praten en te poepen. En, Wauw. Dat is niet waar. Wow. Weet je wat me opvalt? Want net zo... No. Dat er heel veel mensen zijn met een witte clan tag. Of dan gaat hij weer over te hebben. Ja, hoe kreeg je nou zo'n gouden klanten? Nee, maar ik bedoel... om een gouden klantag te krijgen, dat is echt doodsimpel. Wat? Ja, heb je het opgezocht op Twitch? Wauw. Dat is één van mijn net, jongen. Oké. Jongens, we gaan voor die triple caps de hele tijd. Dit keer destroyen we ze. What the fuck, ga weg! Lul, als ik nou dood ga, hè, dan is het diegene zijn schuld. Wat, ik word insanity. Laat maar. Laat maar weer. Enemy taking charge. Ik heb al 5 kills. We lost C. Enemy has Charlie. Kom maar op, camper. Wat ben jij? Ja, zo vet. Je ziet het op die minimap, zie je die puntjes en ik schoot op iemand. En toen... toen zag ik hem zo liggen. Je zag zo dat puntje op de plek zitten waar ik zat te schieten. Oh, wat jammer. Wat jammer nou. Ik ga best goed. Ik niet. Voor mijn doen. Pak ze, rennen! We lost Alpha. Enemy has Alpha. What the fuck, Sticky, ja, Sticky. Ik had al gedacht. Wat is er? Wat Lucky. Charlie, secure. Ik had Sticky. Iemand had een granaat bovenop mijn neus geïmplanteerd. Geïmplanteerd? Je bent net Michael Jackson. Met neus implantaten. Ik ben net Michael. Ja, maar Michael Jackson, die naam die mag je natuurlijk. Die naam mag je wel zeggen. Nee, die mag je niet zeggen. Maar ik. In die puut. Dat was jouw achternaam, die puut. Ja, mijn achternaam is ook Jackson. Enemy taking A. Goh, waarom heb je dat niet eerder verteld? Oh, ik had bijna een triple kill. Ik heb trouwens echt van die debiele schoentjes aangetrokken. Ik weet niet hoe ik ze aan ze kom. Het heet iets van Jack, nog iets, Jack Boots ofzo. Deze kan niet aan. Hé, hey, Nick, hoe heette die schoenen ook weer? Ik had het tegen jou gezegd. Dat zijn van die snow schoenen. Ja, maar hoe heette ze? Dat was de naam. Huh? Nee, ze heet iets van Jack Boots of zo. Daniel. Nou jongens, het gaat goed. Nee, fuck! Ik ga weg daar. Ik wist dat er mensen naartoe kwamen. Securing Charlie. Fuck. Michael, waarom loop je daar dan naartoe? Want dan denk ik gewoon, Michael vergeet ze. En dan ga ik ze killen en dan ga ik dood. Probeer ik ze te killen en dan ga ik dood. Oh my god. Maak die jumbo chump, die zag echt mooi uit. Ik zie er altijd mooi uit. Warbird support request. Mike terug. Enemy UAV above. In het huisje. Charlie. Waar je net doorheen liep. Securing Charlie. Oh, opeens een dikke groep van 80 man bij die zeven. Warbird assistance requested. Zullen we een groepset maken met al onze contacten erin gewoon? Kan je doen. Dat wordt wel een tyfusbende en iedereen vraagt zich af waarom zit ik in deze groepset? Bij welke goede YouTuber zit ik nu weer in? Kom maar hier. Ja, toch niet. Toch niet, sneaky.
Zo vent dacht, ah, ik ga sneaken. Securing Charlie. Losing A. Wauw. We lost Alpha. Water. Enemy has A. Ik ga wel voor A. Mensen, we hebben trouwens voor deze video geen onderwerp, want Nick is een sukkel. Oh, is dat het onderwerp? Ja, dat kunnen we ook doen. Oh ja, ik heb wel een onderwerp. Ik was gisteren, bij een verjaardag van een man. Gewoon zo voor vrienden. En dan wil je in 5 minuten, dan wil je in 5 seconden gaan vertellen. Het is nog een, oh, er is toch nog, er is nog een onderwerp. Halftime is het. Ja, maar nou ga je het eruit knippen. Nee. Nee. Oh. Ja, dat kun je dat wel. Maar dan kun jij doorlullen. Ik was gisteren, was ik op verjaardag. Zo'n vriendenverjaardag met 5 man. En er was zo'n vent. We gingen gourmetten. En er was zo'n vent die gooide 3 of 4 keer. Domination. Gooide die vlees over zijn eigen broek heen. Gooide die zijn drinken, gooide die over zijn stoel heen. Kreeg je bloedneus en over dat zijn troep. En toen ging daarna ging een laser gamen. Werd die laatste met min 250 punten. Wat denk je wat mijn moeder doet dan? Ja, enemy of een teammate. Bravo, secure. Enemy has Bravo. Enemy taking. Ja, ik hoor het al. Dat mag het wel. System hack. All hurts of enemy bombing one incoming. Secure. Charlie, secure. Kan je in die Goliath glitch, daar kan je zeker niet je streets in halen en zo. We lost Charlie. Jawel. Enemy has C. Dus daar kan je een DNA in halen. Oh, leuk. Oh, je kunt een DNA in halen, makkelijk. Ik ben nog niemand tegengekomen die een DNA erin heeft gehaald. Maar het zijn meestal ook echt van die dikke noobs die dan, als ze erin zitten. Jawel Michael, jawel. Iemand had die DNA tegen ons. Dat was toch, dat was voor mij niet in het pak. Jawel. Oh. Juist wel, waarom had hij niet gehaald? Ja, dat... Wel is zo'n rol toch ook gewoon weer van af. Securing Alpha. Ja. Maar je ziet ook echt constant van die, zo'n stuk ijzer zie je in de lucht zweven. Bij, als het is, als iemand die glitch heeft gebruikt. Maar ik vind het wel raar dat bij de ene, bij die glitch, ze, dikke explosies constant hebben. En bij die ander, mijn ander. Ja, dat is zelf die struct mode, dan gaat die, dat die struct zijn. Hij is zichzelf niet, maar wel de mensen om zich heen. Dan ben. Er is daar nog 2 mensen over. Laat nou even iedereen lief, dan kunnen we de verloren tijd van net inhalen. Van het lost potje. Securing Alpha. We lost A. A, secure. Care package inbound. Our UAV is online. Yay. Dit potje is echt saai. Wauw. Wauw. Zijn er weer mensen gejoind? Waarom krijg ik sukkers? Oh ja. Hey, whoa. Hij is echt nu aan het zelf instructen. Je ziet hier echt ijzer in de lucht. Ja klopt, daar had ik het net over. Wat is dat voor een wapenachtig iets? Wat, wat hij gebruikt? Dat is die glitch waar we het over hebben. Jongen, jongen. Oh. Dat wist ik wel. Waarom komen mensen daar nou achter, man? Kijk naast mij, bij de final kill. Ja, ik sta naast, ik sta voor bij je. Kijk. Zie je dat? Je ziet hem achter mij lopen. Ik ga ook gewoon een negatief. We hebben het potje in ieder geval gewonnen. Nou mensen, dat was het potje voor vandaag. Vergeet niet de like achter te laten en te abonneren. En dan zie ik jullie wel bij de volgende video. En... Wat? Ik moet trouwens gaan. Wat zeg je? Ik moet...